Hi allemaal, het is alweer een tijdje geleden dat we een vlog hebben gedaan. Dus het is nu een bijzondere situatie, want we zitten in quarantaine. Bij ons is quarantaine natuurlijk heel anders dan dat je in Amsterdam op 8 hoog zit. Want wij moeten de paarden altijd voeren, beweging geven. Dus voor mij persoonlijk, het is wat rustiger. We hebben geen wedstrijden, maar mijn training gaat gewoon door. Dat is natuurlijk erg prettig, vooral met dit weer. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem jullie mee. Misschien hebben jullie dan ook een mooie dag door middel van ons rijden. Ik wil jullie even voorstellen aan Bismarck. Bismarck is een 10-jarige hengst van Bordeaux. Ik ga een lichte tour met hem. Hij is een eigendom van Judith Ribbels. En we willen eigenlijk gaan kijken of dat we dit jaar gaan proberen naar de Inter 2 toe te werken. En dat doet hij eigenlijk hartstikke goed. Dus, zoals ik al zei, hij is al gepoetst. Dus ik ga het zadel erop gooien. Ik rij eigenlijk altijd met een bondje. Niet iedereen doet dat of wil dat. Ik vind het fijn voor de drukverdeling. Prachtig mooi zadelkussen. Dat ligt prachtig mooi. Nou, ik bandageer hem in. Dat doe ik bij de meeste paarden eigenlijk. Het is een beetje afwisselend. Het ene paard reageert beter op peesbeschermers, de andere beter op bandages. Bij Bismarck kunnen we eigenlijk beide kanten op. Bandages of peesbeschermers. Maar goed, als we toch een filmpje maken, vind ik dit mooier. Ik heb de bandages van Vlies. En hij heeft niet van die hele grote lange benen, dus ik begin eerst halverwege. Dan rol ik mooi naar beneden. Je ziet dat ik niet heel veel kracht gebruik. En je ziet ook dat ik geen onderleglappen gebruik. En dat is eigenlijk, ze zeggen wel eens, bandages zijn wat warm. Maar ja, dat is met die onderleglappen natuurlijk niet veel koeler dan, hè? Er zit zo'n plastic dingetje aan. Zo. Nou is die mooi recht, omdat ik in het midden begonnen ben. Daarna naar beneden en weer omhoog. Nou, hetzelfde doe ik aan deze kant. Ik ga dus aan de andere kant staan om het te balanceren. Dan kom ik namelijk precies hetzelfde uit als die andere bandage. Niet te strak. Even voelen dat ik precies op de juiste plek uitkom. Rustig omhoog. Zoals je ziet, precies gelijk. Ik rij eigenlijk thuis in de training voor wel 70% gewoon met trends. Ik pak dan gewoon een dubbel gebroken bitje. Normale maat. Dus dat is meestal zo'n 12,5 centimeter. Kijk naar de leusriem erop. Je wel je mond open doen, vriend. Goed zo. En de reden eigenlijk dat ik op een gewoon normaal bitje rijd, is op het moment dat ze fijn op een gewoon bit te rijden zijn, dan heb ik natuurlijk iets meer te vertellen met stang en trend. Dus als ik dan op concours ga, kan ik mijn hulpen veel, veel lichter geven. En dat ziet er dan ook veel mooier uit. Ik zal heb ik natuurlijk nog niet het hoofdstel om voordat ik mijn laars aan ga doen, maar in dit geval heb ik een braaf paard bij de hand. Hij is gaat. Dus nou kan het. Ik ben blij dat ik nu weer iets van laarzen aan kan. Ze zijn heel zacht. Dat moet wel, omdat ik nog een stukje metaal in mijn enkel heb zitten die niet meewerkt. Dus het is misschien niet het meest mooie, maar ik kan erin bewegen. Kijk jij hier? Bij mij? Hier blijven? Oei? Nee? Wachten? Goed zo. Dus iedere keer gaat het een klein stukje beter, totdat het metaal er echt uit is. Je zou denken dat rond deze tijd het lekker rustig is, dus dat hij geopereerd kan worden, maar in het ziekenhuis wil je nu niet zijn. Zo. Gaat oké. Ja, hè?
Nou, thuis heb ik een trainingscap, want het stoft en het doet. Dus dan zet ik niet mijn wedstrijdcap. En ik rij eigenlijk met gewone simpele spoortjes. Het ligt er een beetje aan welk paard. Maar over het algemeen heb ik gewoon mijn basisdingetjes. Wat ik bij ieder paard wel gebruik. Zo. Dat is oké. En voor de zekerheid neem ik een stokje mee, want het is een blijvend ding. Nou, we hebben gereden. Hij is even lekker uitgestapt. En nou ja, zo verbreng ik mijn dagen op dit moment tijdens deze quarantaine. Voor mij geen straf natuurlijk. Maar ik hoop wel dat iedereen in Nederland hartstikke veilig blijft. En dat nou ja, heel veel sterkte aan de mensen die het coronavirus hebben of iemand verloren hebben. En nou ja, het is te hopen dat we snel weer normalere tijden krijgen. Allemaal.